Hallo! Kijkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Yves de Remers. Wat we vandaag allemaal gaan doen, dat is met een schat al laten lachen. Dat is al nummer 1, dat is al mij al gelukt. Yes! Ja, ik lach van de pijn weg. Voilà. Ja, want ze heeft terug haar kini oefeningen gedaan. Wat we vandaag nog allemaal gaan doen, dat weten we niet. Wel sowieso met de lijnbus naar Maxi. Dus we gaan naar Hassel toe. Dus. Misschien ook naar mijn ma. En misschien ook naar haar mama toe. Dus dat staat allemaal op programma. Eens even kijken hoeveel dat mijn gsm is. Die is nog goed vol. Dat is goed. Dus dan kan ik ook mijn powerbank ook meenemen. Dus kan mijn is 89. En haar is 89. Ik ga sowieso ook mijn rugzak meenemen. Dus dan kan ik ook mijn powerbank en al ook meenemen en meesleuren. Wat je dan ook misschien kan doen, dat is bijvoorbeeld. Ja, dat ga ik ook nog eens in toevoegen. Pardon. Elke Pokémon die ik nu ga vangen vandaag, ga ik nog eens in een dia-show eens vertonen. Yay! Heel veel. Schat. Monteer ook, ja. Zien ze mijn oefeningen daar? Nee, die zien ze niet. Oké. Nee, die zien ze niet. Ze zien alleen maar deze computerke. Nee, zelfs dat al niet. Misschien ben ik er wel. Nee, ook niet. Kijk maar eens. Nu is mijn schat echt heel nieuwsgierig. Nu gaat ze eens kijken hoe ik aan het filmen. Ik snap anders niet hoe je met mij. Met die hoek, weet je nog? Dus. Ja, dus tot waar staat daar de pc-kast op die andere kant? Ja, en uw eerste scherm staat er ook op. Half. Ja. Oké, dan weet ik genoeg. Oeh, ja. Een grote wijdspanne. Oké, dan weet ik dat ook al. Zijn camera, jij filmt wel ook wel redelijk veel, hè? In breedte. Hoho. Ik zie mij zelfs niet zitten nu. Oké, dat is goed. Dat is al goed. Dus, mensen, dus, dat staat er dus op programma. Ik ga sowieso nu een klein ontbijtje doen. Sandwich met choco, jee. Ik kan niet ontbijten. Waarom niet? Mijn kelk is op. Ah, de kelk is op. Oké, jee, dat ook nog eens. Fruitsap? Die heb ik wel. Maar zie je ook bijna op, zeker? Ja. Jee. Dat komt omdat jij die ganse glas had gedronken, hè? Een ganse glas, zo'n kleine glaasje. Misschien kon er maar, echt waar, er kon misschien maar één klein briksje van een sinaasappelsap in hebben gezeten in mijn glaasje. Ik zou mijn glaasje. Schat, leer jij mijn sarcasme maar eens kennen. Oké. Jij gaat er keihard op invullen dat sarcasme was. Dat is wel waar. Dat is wel waar, dat is wel waar. Dus ja, wat ik nu ga doen, is mijn vlog sowieso nog in de upload gooien. Want die is nog niet in de upload gegooid. Jawel, ik heb nog tijd genoeg, tijd zat. Maar niet als we weggaan. Allee, ik zie jullie allemaal, schatjes van patatjes. Straks allemaal terug. Yo, yo, yo. Ik zie jullie allemaal graag, hè, mensen. Ik zie jullie echt één voor één graag. En dat zeggen ook niet heel veel vloggers. Video uploaden. Dus dan selecteer aan welke vlog? De bovenste. Ja, de hoogste nummer, hè? Benummering. Is dat. Ze zijn aan het proberen. 1927. Ga eens één foldertje omhoog. Dus dan zit je. Dus als je daar op de vlogs klikt, bij die adressenbalk. Ik ben even haar aan het leren, hè, mensen? Dus op de adressen. Dat is de 27e, want de 26e staat eronder. Wacht, ik ga even haar eens helpen. Ben ik gisteren naar de dokter geweest? Ja, ja. Ja, ja, dat is hem. Voilà, ze heeft het gevonden. En dan even kijken wat ze dan nog gaat doen. Wat moet ik nu doen? Delete eerst. Ik ben dan leren, mensen. Delete eerst. Ja, en dan tegen die vlog moet er in een heksje komen. Hoe doe je die heksje?
Waar staat die? Bij de 8, dacht ik. Nee, als dat uit te tekenen. Bij de 2 dan? Nee, dat is de 8. Dat is de. Ze is aan het leren, hè mensen, ze is aan het leren. Alt-GR. Alt? Die, ja. Voilà, en dan krijg je een lijstje en dan moet je op de vlog klikken. Ja. En dan krijg je een scrollgeklimmetje naar onder toe. Moet die andere vlog dan weg? Ja. Ja, die andere vlog die getypte moet dan weg. Dan scroll je dan naar onder toe. Wacht. Oei, dat hekje weer al weg. Nee, ik doe dat dichter bij de vlog. Hè. Ah ja, dat is goed. Dan krijg je naar onder toe. Oh, oh. En dan klik je daar bij het selecteren. Kijk als vlog. Je... De... Ja. Welke vlog van 18... De bovenste. Tot de 2000. Ja. Want ik zit er nog altijd tussen. En dan? Dan klik je op volgende. Nee, de video was gemaakt voor, ja, voor kinderen. Volgende. Ah, oké. Okay. En dan klik je daar inkomsten genereren. Ja, aan. Ja. Klaar, goed zo. Volgende. Dan scroll je helemaal naar onder toe. En dan klik je daar op, ja, dan moet je dat eerst aanvinken. Die? Ja, en dan moet je daar op taakje wit klikken. Op welke wit? Van dat certificaat, die? Ja. Oké, even geduld. En nu kun je op volgende klikken. Dan nog eens een keer volgende. Dan nog een keer volgende. En dan bij plannen. Plannen. Waar staat plannen? Ja, bij de tweede kadertje. Daar, op dat pijlje klikken. Dat ja. Zag ik niet. Je zegt wel ja, maar ik ken dat nog okay. niet. Hè. Oké. En dan klik op de datum. Dan van vandaag. Ik zie de datum niet. 26. Ja. En dan klik je ook nog op die 000. En dan zeg je daar 18. En dat kun je niet typen. Dat kun je niet typen. Dat heb ik al 1000 keer geprobeerd. Als het bij u nu wel lukt, hè. En dan tijdszone, Brussel, naar onder scrollen, plus 2 is dat. Ik zie dat niet meer. Nu zit je al te laag. Dat is plus 3. Ja, maar ik wist niet waar ik moest kijken, nu zie ik het. Oké. Okay. Zwijg. Plus 2, hè? Ja, Brussel. Ik zie Brussel er niet bij staan. Ah, hier. En dan klik je op volgende. Heb ik op Brussel gedrukt? Ja. Heb je dat gezien? Ja. En dan is het nee. Op... Waar nee? Kijk, hier staat G met T. Ja, dat klopt. Dat staat op Brussel. Maar die kan niet heel die benaming niet vertonen in dat kadertje. En dan op oké. En hoe lang zegt hem dat hij nog moet doen? Dat zie ik niet. Uploading. Bij dat pijlje was wat omhoog gaat. 1 uur en 28 minuten, 5%. 1 uur en 28 minuten, hè mensen? Had je het gehoord? Ze heeft het heel goed gedaan. Ik ga nu zitten, want dan wordt het pijn. Voilà. Heel veel bedankt om mijn vlog te uploaden. Ja, want zou ik het nog vergeten? Of anders zal ik het nog vergeten. Ja. Allee mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Ik ga nu een lekker ontbijtje doen. Pardon. En dan rustig de busuren al opzoeken. Ja, we gaan terug. Ik heb al gezegd dat we met de lijn gaan. Voilà. Dan zal ik wel alleen gaan. Oké, okay, dan gaat zij alleen dan. Oké. Okay.
Allee, mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, yo. Ja, je ziet mij nu niet. Nu wel. Hallo, kijkers. Ik ben nu heel snel nog gauw 2 sandwiches aan het maken. Gewoon voor onderweg te kunnen opeten. En dan gaan we richting Maxi. Dus die verzorgen en wat liefde geven. En dan gaan we richting Molkermes. Ik moet daar zijn omwille van punteninlevering voor een beeldscherm. Wat Bea aan het gebruiken is, wat ik heb kapot gemaakt op XLAN. Maar wel niet voor Express. Dus ja. En misschien gaat hem ook verschieten van, ah, jullie zijn toch afgekomen? Speel maar eens een spelletje. Dat kan altijd, hè. Don't try this at home. Dringend nog eens nieuwe choco kopen. Jullie denken, weer choco kopen? Ja, het is weer al bijna op. Nu, zilverpapier. Dat is nummer 1. En nummer 2. Voilà. En deze steken we dan in de rugzak, wat ik ook mee ga nemen. Daar zitten ook mijn GoPro spullen in. Voor bijvoorbeeld op een attractie of zo te kunnen monteren als er een hele leuke attractie is. Juist. Mijn monteerstukken. Dat is dit. Ik had er toch nog meer. Dus als je echt u moet haasten, dan vind je maar de helft. Ja, ik weet dat die sowieso hier ergens in liggen. Ik ben daar ook zo aan het kijken. Nee. Ik vind het raar. Raar. Maakt niet uit. Dus ik heb mijn GoPro mee. Sandwiches mee, check. Ik heb mijn boter nu nog gauw in de frigo zetten. Check. Dan even naar Maxi gaan, check. Mijn kabels niet vergeten. Check. Auw. Mijn hiel. Wordt weer gestoord. Zie, dat is een keer als ik echt aan het vloggen ben, hè. Continu. Ting, 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 ting. En het is... Hoe is kijk, mijn schatje. Waar leef je? Ah. Ja, oké. Okay. Juist. Ah, ik moet terug naar boven. Ik moet nog wel iets gaan halen, ik ben nog iets vergeten. Ziet dat zo met het haasten. Dan begin je ook bij u thuis. Bij jullie thuis? Nee, eigenlijk bij mij thuis. Dingen te vergeten. Yippie-kaye. Yippie-kaye. Kik dat ik ben. Voilà. En nu op
naar de wagen. Ah, fuck. Ik hoop nog niet, dit is de exacte locatie. Dus eerst naar haar thuis, dan naar haar mama, dan naar Mol, dan terug. Oké. Allee. We gaan eens vertrekken. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo, bij de eerste pitstop aangekomen. We zijn nu met een schatje, dus even Maxi. Wat eten geven, drinkjes geven, noem maar op. Wat gezelschap geven. En dan gaan we even richting bij haar mama, wat sigaretjes halen. En dan gaan we richting Mol. Mol Kermis. Voor mijn punten af te leveren. Voor mijn NB-scherm nog. Wat ik heb kapot gemaakt op X, laat ik zeggen nu nogmaals. Nogmaals excuses naar mijn schat toe. Dat, ja, dat ik haar beeldscherm ook had gemaakt. Hè. En het was pas een nieuwe. Mijn papa heeft daar nog eens naar gekeken. En er was niks of niks meer aan te redden. Jammer. Waar zijn die beeldbuizen van vroeger? Die mis ik toch hoor. Oh, dat moet allemaal nu zo plat zijn. Plat, 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 plat. Mag het niet te veel ruimte in beslag nemen. Nee, 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 nee. Alles moet dunner. Ja, oké dan. Dan gaat het ook wel rapper kapot. Maar ja, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Zo, op de tweede pitstop gearriveerd. Gaan we subiet naar Mol. Oh my god. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Ik zit hier in een tankstation, maar ik kan de prijzen niet zien. Sorry. Ik kan de prijzen niet zien. Voilà. Jammer. Ja, je kunt via Wijs, kun je ook bijvoorbeeld als je dichtbij bij een tankstation zit, dan gaat hij dan zo zeggen van kloppen deze prijzen nog aan het tankstation, dan kun je dat zelf aanpassen. Of je kunt dat niet aanpassen, ja. Als je het aanpast, krijg je ook nog eens 8 puntjes erbij op je account. Ik zit al op mijn Wijs account, eens even kijken, ik sta nu toch stil. Dus heel snel eens bekijken. Bekijk profiel. Ik zit al aan 286.000. 284 punten op 4 jaar tijd. 286.000, hè? 284 punten. Mijn prestaties, wat ik al heb behaald, is. Dus ik heb al meer dan 1000 reacties al gehad. 1307 om precies te zijn. Ik heb nog geen spraakdingen gedaan. En dan heb ik ook nog meer dan 5000 meldingen al gedaan. Dat is al goed. Hell yeah. Maar nog geen spraak. Doe me. Oh, zijn dat al de badges? Vroeger had je meer badges op Waze. Jammer. Kan je dan inloggen misschien? Nee. Nee. Jammer. Nu het juiste adres terug opnieuw eens ingeven. Voilà. En weet je wat, we gaan wel via de autostrade. Nu brengen die dat niet via de autostrade. Ik heb afgezet. Maar we gaan wel via de autostrade. En dan is het... Eens even kijken. Wacht, hè. Hoeveel is het nu? Het is nu... Wacht, hè. Allee, kom aan. 58 kilometer, een uur rijden. Dus zonder de autostrade. Dus dat is een uur en... Ja, een uur rijden, 59 kilometer. Nu ga ik eens de autostrade opzetten. Dan gaan we van 59 naar...
49, 10 kilometer beter. En 7 minuten eerder. Dan pak je toch liever de niet-autostrade. Dan heb, je ook wat, heb ik ook wat omgeving om naar te kijken. Dus we gaan zonder autostrade doen. Voilà, vermijd autosnelwegen. Voilà. C'est ça. Even laten berekenen. Vertrekken. Voilà. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo, het is zonnig. Het is zalig buiten, vind ik. De kermisattracties zijn zich in het paraatheid aan het brengen voor live te gaan, dus open te gaan. En ja, ik zie dat er nog kermis uit Paters nog zitten aan te komen. Om 2 uur gaat hier deze kermis open. Millegem Kermis heet het hier. Millegem Kermis, dat is een mol. Dus dan gaan we daar maar eens over kijken. Wat hier allemaal te doen is. Zo, hier bij de kerk. Even wachten tot de kermis open gaat. Dus dat is binnen een klein half uurtje. En ginder, daar staat dus de attractie waar ik dus aanwezig moet zijn. Dat is de Kamelen Derby. Ik zal er zelfs ook dan eens laten zien hoe het er ook uitziet, de Kamelen Derby. Maar sommigen die herkennen het al. Dus omwille van dat dat ook mijn favoriete attractie is. Ik ben er ook heel goed in. En nu hoor ik sommigen zeggen van, haha, bewijs het dan maar eens. Ah wel, oké, op Hasselt Kermis, als hem er terug staat volgend jaar, dan daag ik jullie uit. Dan daag ik jullie uit om eens in een battle te doen tegen mij. Op de Kamelen Derby. En dan spreken we wel nog eens anders. Als je dan wint van mij, oké, dan mag je prijs wezen van dat jij beter bent dan mij. Want ik weet de perfecte trucje hoe ik altijd in die 3-punter moet gooien. Ja, moet rollen eigenlijk. Inderdaad, holken. Dus je hebt 2 keer een 3-punter en dan een reeks 2-punters en een reeks 1-punters. En dan als je er helemaal langs gooit, ja, dan gaat je kameletje helemaal niet vooruit. En dan ja, stopt het, hè. Dan moet je het opnieuw proberen en opnieuw proberen en opnieuw proberen en opnieuw proberen. En dan proberen toch nog het eerste te zijn. Wat ook heel mooi is aan zijn attractie is, hij kan ook perfect de tijd opmeten hoe lang dat je erover doet om van de start naar de finish te gaan. Maar ja, nu is gewoon nog even wachten. Tot straks allemaal. Yo. Dit was dus de Kamelen Derby. Dit is dan hier ook Las Vegas, een casino. En dan met ook nog zo'n hele mooie teddybeer waar je zo kunt winnen. Hell yeah! Welkom! De kippieker van mij! En dan heb je hier ook nog ja, die shaker wat wij op Hasselt Kermis noemen. En dan gaat daar ook nog de kermis en nog zo door zo'n bosje. En dan die kijk ook daar nog wat om. En dat is dan de kermis hier in Milo. Denk ik dat we zitten. Oh, ik weet het dus niet. Het hangt daaruit. Alibaba. 5 ritten. 5 euro per rit. Zo'n kleine kermis. Vind ik dat wel een klein beetje wel duur. Vind ik dat wel duur. Zo'n 5 euro per rit of zo'n kleine kermis vind ik wel duur. Ja, maar... ze geven daar ook geld aan uit. Dus het is logisch dat ze het dan ook iets duurder maken, dat ze er ook iets aan blijven verdienen. Dat wel, ja. Denk ik dan. Ik weet niet hoeveel dat het hier qua standgeld is en al voor te staan voor die kermiswagens. Maar ik denk toch redelijk veel. Maar laten we dan als bijvoorbeeld de ritjes op pak 3 euro staan. Je trekt meer volk aan. En je maakt misschien nog meer winst dan die 5 euro.
En bij 5 euro is dat zo van, oh, ik blijf eruit. Voilà, dat is al, ook al die 3 euro ook al weggegooid dan. Zo is mijn redenering. Maar nu, nog een hele rit terug naar de Limburg. Naar Hasselt, naar Aalke. Kijk je daar naar uit? Nee. En dan heb ik een klein beetje slecht nieuws ook gekregen van de kamelenderby. Hij gaat uit Limburg blijven, dus als ik hem nog wil zien, wilt gooien en al. Dus jammer genoeg heb ik het nieuws gekregen. Wij komen niet naar, naar Hasselt meer. Oké, okay. Dan moet ik hem ergens anders gaan opzoeken. Dus ga ik ook dan volgend jaar, ga ik dan ook hem zijn kermiskalender, ga ik dan ook in de gaten houden. En gaan we daar ook dan eens naartoe. Ik ga jullie dan ook wel laten weten, jullie echt ook laten weten. Wie? Maakt niet uit. Oké, okay. Dus dan laat ik jullie ook weten waar dat ik ook dan naartoe ga. Een paar dagen op voorhand of een week op voorhand. Laat ik het dan jullie weten van, ja, ik ga dus naar die kermis toe. En daar kunnen jullie mij dan ook verwachten. Ik ben nu eerst mijn rugzak, die is aan het vallen. In het gooien en dan nog mijn schat nog binnen laten. Want ik ga die hier niet achterlaten in de mol, hè. Mensen, ik ga die echt niet achterlaten in de mol. Dus wat ik nu ga doen is mijn deur ook toe doen. Voilà. Mijn gloeibougies ook al laten opwarmen. Voilà. Wat wilt jij, schat? Autostrade of niet autostrade? Sorry kijkers dat jullie het lucht zagen. Dus ik ga nu de autostrade ook mee opzetten. Dan wil ik eens weten. Laat me dan. Dan wil ik eens weten hoe lang dat het rijden is. Ik zie jullie dan straks terug, want ik ga die nu instellen, dus op thuis. 45 minuten rijden. En dat is redelijk qua binnenbaantjes eerst en dan op autostrade. Oké. Let's listen to some music on our drive. Dus ik ga jullie nu laten, ik ga hier ook Spotify opzetten. Want het is ook weer op een einde van het jaar. Dan kun je dan ook zo je recap terugvinden. Ja. Wacht, error staat hier nu op. OAX, yes. Die gaan naar de kermis. En wij gaan al weg van de kermis. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Zo mensen, we zijn terug thuis. Ik ga nu de deur sluiten. Want wij willen geen onverwachte bezoek krijgen in mijn appartement. Hè, schatje, dat willen we niet. Hè? Stel dat we maar eens hier eens in de hevige strijd bezig zijn. Ah, mensen. Denk er ook aan, hè? Dus als jullie in de hevige strijd bezig zijn, zorg er wel dat alles afgesloten is, dat er geen pottenkikkers kunnen komen kijken. Meester. Ja? Waar wil je zo zitten? Slaapkamer op hier. Ik ga even. Oh man. Dan kom ik met u mee, maar dan kijk ik wel te laten. Oké. Ah, wel, heel veel bedankt al om al een deel uit te maken van mijn leven, maar ik ga nog niet afsluiten. Alleen eens even een moment doen. Tot ziens allemaal. Yo! Yo, 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 yo! God, mijn jaren, ik hoorde daar een echo. Salutjes! Ja mensen, jullie mogen wel trots zijn op mijn eigen. Waarom? Omwille van dat ik toch 4 uur... bijna 4 uur heb gelivestreamd. Damn you, dat was echt veel. En dan moeten jullie ook nog denken, ik heb dan ook nog een vlog in elkaar gestoken. Dus ja, deze vlog wat jullie ook hebben gezien. Dus hell yeah, het was vandaag een hectische dag.
Het is ook sowieso dat ik ook naar Mol ben gereden om naar die kermis te gaan, dan nog eens gelivestreamd. Maar nu is het enough. Dat betekent dat ik hier ook een streep ga trekken. Ik stop ermee vandaag. Echt waar. Het is genoeg geweest. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Alsjeblieft, abonneer. Dankjewel. En vergeet ook dan niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte als er iets gebeurt op mijn YouTube kanaal. Sowieso het abonneren en op mijn belletje te drukken en het liken. Dat al die drie zijn gratis dingen wat je kunt doen op YouTube. En hopelijk zie ik jullie ook wel eens verschijnen, ook in de chat. En ik heb binnenkort ook nog wel leuke ideeën die ik ook nog wil gaan uitwerken samen met jullie. Jullie. Dus ik wens iedereen, maar ook echt iedereen, nog een prettige dag verder. Tot later allemaal. Yo.